Jetal uit 1976. We zullen een ritje op fraai techniek krijgen, dat verzeker ik u. En Van Helder gaat rijden tegen Bokjev, de Sovjet-Rus. Hier is hem. Ja, dat is eerder gekomen dan dat dieren van 76, maar Van Helder kan het nog steeds. Dat bewees hij zeer onlangs in Larvik bij het Europees kampioenschap door heel simpelweg die 1500 meter te winnen, waar niemand op gerekend had, maar hij deed het gewoon. Klepnikov 1, Van der Duim 2, Sascherin 3, Hofman 4, Engelstad 5, gelijk met Vergeer. Zo staan we ervoor. De binnenbaan krijgt de schuld van dit oponthoud. Ja, zegt Hans, ik weet het. Zeer geconcentreerd. We zullen niet de snelste start ter wereld zien. En dat was ook zo bij Van Helden. Nog even rechterop gaan staan en dan pas aanzetten. Maar Hans haalt zijn goede tijd meestal uit voortreffelijke bochtjes. Kijk, dat is meteen goed. Maar de Rus is weg. En Van Helden moet goed aan gaan trekken nu om niet te veel achterstand op te lopen. Bokjev, opening. Lange slagen, snel thuis. 25-05, 25-09. Dat is een typische Van Helden opening. Kijk maar, hij krijgt nu een geweldige achterstand. Hij heeft nu 35 meter. En dat is niet goed. Kijken wat Bokjev op 700 meter doet. Zo. En 56-01 is voor Van Helden, die nu de Rus dik voor hem ziet kruisen. En nu is Bokjev de man om scherp in het oog te houden. Ja, want hij rijdt wel sneller dan en Van der Duim en Sascherin in de vorige rit. Hij heeft een beetje moeite met die bocht. Dat is de tweede keer al dat hij daar in wankel evenwicht komt. En zijn andere arm nodig had voor het evenwicht. Hier is de tussentijd op 1.25.8. Ja. En daar zit hij 1/10 seconde boven Klepnikov. En Van Helden, wat doet hij? Die trekt iets aan, maar loopt niet meer in. Heeft zo direct het voordeel van de binnenbocht die hij goed aan kan. En eens kijken hoe ver de inhoud van de heer Olle Bokjev ervoor staat. Ja, Van der Duim en zijn tegenstander hadden een prima laatste stuk. En dat is maar de vraag of Bokjev het over. En kijk eens, Van Helden komt toch weer lekker bij. Zal de rit niet meer kunnen winnen. Maar kijk maar naar de eindtijd. Kijk eens naar de eindtijd. Oeh. Tweede plaats voor Bokjev, derde plaats voor Van Helden. En daar gaat Van der Duim. Dag, Van der Duim eraf door Van Helden. Door die laatste fantastische binnenbocht, Heinze. Ja, maar dat is... Ik denk dat je mag zeggen dat Van Helden dat kan als geen ander. Dit is een man die zo'n fantastische techniek van die bochten beheerst. Dat het gewoon ja, al jarenlang een lust voor het oog is om naar te kijken. En hij kan het ook. Hè. Op zijn 35-jarige leeftijd heeft hij nog altijd de kracht en de conditie om die techniek te vertalen in hoge snelheid. En dat tot het eind toe vol te houden en op het juiste moment inderdaad die versnelling erin aan te brengen. Want hij laat die tegenstander gewoon gaan in het begin. Denkt, allee, ik kom alweer wanneer het mijn tijd is. Nou, die tijd komt dan hier op dat laatste stuk met die laatste binnenbocht net gelopen. En dan komt hij Van Helden toch weer op een fantastische tijd uit. En rijdt hij waarachtig weer Hilbert van der Duim eraf. Hoe is het mogelijk? Ja. En hoe denk je dat dit is?